In de ogen van de gemeente Den Bosch ben ik de onzichtbare held. Dat vind ik persoonlijk niet. Hè. Persoonlijk vind ik de helden zijn de mensen die ik mag begeleiden. Ik was 6 jaar toen ik begon met karate. Dat heb ik op het hoogste niveau gedaan. Mensen die oordelen begrijpen niet en mensen die begrijpen oordelen niet. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuw gesprek op CVD-TV. En als je luistert naar de podcast, ook van harte welkom. Bij mij te gast een echte personal trainer, personal coach. En zijn naam is Mustafa Maghlouf. Mustafa, van harte welkom. Dankjewel. En de reden dat ik jou heb uitgenodigd is, nou sowieso, ik nodig ondernemers uit. En volgens mij ben jij een behoorlijk ondernemend type. Maar je hebt een prijs gewonnen. De Toegankelijkheidsprijs 2020. Ja, dat klopt. Ja, wat houdt die prijs in? Ja, het is een prijs voor eigenlijk onzichtbare helden. Ja. Dus dat zijn mensen die zich inzetten voor andere mensen met een beperking, een zichtbare beperking. Dus ik ben dus in de ogen van de gemeente Den Bosch ben ik de onzichtbare held. Dat vind ik persoonlijk niet. Hè. Nee. Persoonlijk vind ik de helden zijn de mensen die ik mag begeleiden. Dus de mensen met een zichtbare beperking. Nee. En daar hebben ze een prijs in het leven geroepen. En dat is de toegankelijkheidsprijs. En ik heb die dit jaar gewonnen in Den Bosch. En is het alleen zeg maar eer en glorie? Of heb je ook nog iets van, een tonnetje of zo gekregen? Nou, ja, dat zou wel heel mooi zijn. Hè? Dat zou heel mooi zijn. Ik heb 3000 euro cheque gekregen van 3000 euro. Die moet ik dan inzetten voor mijn beroep. Geen probleem, toch? Nee, totaal niet. En wat ga je ermee doen? Ik ga een nieuwe opleiding volgen. Wat voor? Nou, ik wil iets volgen voor mensen met een beperking. Dus ik ben nog aan het zoeken welke opleiding daar het beste... Om je daar meer in te specialiseren? Ik vind mezelf al natuurlijk wel... capabel om die mensen te helpen, maar om mezelf weer te verbeteren en in meer kennis te hebben is altijd goed. Dus ik wil elke dag leren en daar is een opleiding dan natuurlijk goed voor. Ik ga het zo meteen even over hebben, want dat vind ik wel een onderwerp wat interessant is. Maar eerst eens even naar dat trainen, want jij bent personal trainer. Ja. En ik zag beelden van, want dat vond ik echt prachtig, van onder andere een blinde man. Die jij aan het trainen was. Ook iemand volgens mij die met een geestelijke handicap die aan het trainen. Wat voor soort mensen, want je zegt met een zichtbare beperking. Wie zijn dat allemaal en hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Nou, ik heb een klant die is visueel beperkt. Dus eigenlijk helemaal blind gewoon. Hij ziet helemaal niks. Ook zo geboren. En ik heb een klant toevallig die heeft de syndroom van Down. Ja. Ik heb ook autistische kinderen. Wat ik doe is eigenlijk, ik verplaats me eigenlijk letterlijk en figuurlijk in die mensen. Dus ik probeer me bijvoorbeeld een blind iemand. Ik ga zelf dan bijvoorbeeld 24 uur door het leven, dat heb ik ook echt gedaan, als een blind iemand. En dan ga ik ervaren hoe het is om blind te zijn. Want als ik hem kan begrijpen, in ieder geval deels, want helemaal begrijpen zullen we nooit kunnen. Nee. Maar deels daarvan, als ik hem deels kan begrijpen. Dan kan ik hem beter begeleiden. Dan begrijp ik hem beter. Dus dan kan ik hem beter ondersteunen, begeleiden. Mm-hmm. Het snappen waarom die iets bijvoorbeeld niet kan. Mm-hmm. Daarvoor moet ik echt in zijn of haar schoenen gaan staan. Mm-hmm. Dus ik probeer dan gewoon zo'n iemand gewoon na te bootsen. En gewoon 24 uur blind door het leven om te kijken van... Eigenlijk om niks te kijken, want ik zie dan eigenlijk niks. Ja. Om te voelen hoe het is. Om blind te zijn. En dan in de sportschool rond te lopen en oefeningen te doen. Ja, dat is echt. Dat heb ik echt geprobeerd. En het is echt, echt heel lastig. Hoe belangrijk is vertrouwen daarin dan? Ja, volgens mij is alles, alles vertrouwen. Blindelings vertrouwen, letterlijk en figuurlijk. Ja, ja. Want als hij mij niet vertrouwt en ik hem niet, en vooral hij mij niet eigenlijk, dan kunnen we niet meer samenwerken. Want jij bent zelfs gaan rennen met hem, hè, op een gegeven moment. Gewoon, het was hand in hand volgens hand mij. Hand in hand met een lintje. Ja, dan doen we de marathon van Eindhoven, de kwartmarathon, dat is 10 kilometer. Hij is iemand die, zeg maar, ook qua coördinatie is het een beetje lastig, zeg maar. Vooral als je blind bent, is het heel moeilijk om... dan heb je coördinatieproblemen. Dus het lopen was heel moeilijk. En daar hebben we op getraind. En op een gegeven moment dachten we, nou, weet je, het zou mooi zijn als we de 10 kilometer kunnen lopen samen. En dat hebben we gedaan, in een mooie trui trouwens. Wat voor tijd? Onder een uur. Volgens mij 58 minuten, dacht ik uit mijn hoofd. Ja, dat is prachtig. Hoe geef je dan aanwijzingen? Want zeker iemand die altijd blind is geweest. Praten en trekken. Ja, ja. Stukje naar links, pas op, hier iets, een dingetje. En ja, dan... het is ook heel... je moet je voorstellen, als je hebt iemand aan je hand. En
Je hebt een marathon waar misschien 10.000 mensen op dat moment aan het lopen zijn. Ja, je loopt elkaar natuurlijk in de weg. Ja. En ja, hoe ga je iemand... Het is al moeilijk om jezelf er doorheen te bootsen. Ja. Laat staan nog iemand die je naast je hebt, die blind is. Ja, ja, dat was wel knap lastig. En ja, soms trek je hem voor je uit, wat eigenlijk helemaal niet kan. En soms trek je hem van je achterlangs. En ja, het is... Dat is allemaal goed gegaan. Ja, het is allemaal goed gegaan. Ja, het beeldje inderdaad, maar in dat je zelf met je ogen dicht moet rennen. Ja. Alleen het idee al, denk je, ja, 3 seconden misschien. Maar dat is doodeng. Ja. Maar goed, deze persoon die kent niet anders. En heeft dus jou aan een lintje die aanwijzingen. Als wij blind door het leven zouden gaan, wij zouden blind rennen. Dan gaan we dingen inbeelden die er niet zijn. Ja. Dat is echt. Ja. Wij zouden gewoon denken, ik loop nou tegen de muur aan, terwijl er helemaal geen muur is. Bijvoorbeeld. Dat is echt. Ja. En dan denk je bijvoorbeeld, er komt een auto, bijvoorbeeld, je hoort een beetje geluid. Ja. Dat heb ik dus ervaren in mijn 24 uur blind zijn. Ja. Hoor je geluid van een auto, heel ver, misschien wel 300 meter van je af, of 200 meter van je af. Maar je denkt gewoon dat die op je afkomt. Ja. En dan, terwijl dat helemaal niet zo, maar dat beeld je allemaal in. Maar jezelf verplaatsen in iemand die blind is, kan me voorstellen. Maar je verplaatsen in iemand met een syndroom van Down is natuurlijk lastiger. Ja, dat is lastig, ja. Wat ik weet is dit meisje een jonge geest heeft. Dus ze is nou eigenlijk nog een jonge meid. Ze is wel, volgens mij is ze 23. Mm-hmm. Maar ze gedraagt zich eigenlijk als een 8-9-jarige. Ja. Wij zijn allemaal jong geweest. Mm-hmm. Dus dat is in ieder geval, die ervaring hebben we. Dus daar hoef je niet meer, daar hoef ik die 24 uur niet meer. Dus we zijn allemaal jong geweest. Dus we weten hoe het was zelf, hoe het was om jong te zijn. Mm-hmm. Ja, daarin ga je gewoon een beetje spelen. En wat ik wel wil duidelijk maken is dat je geeft niet het gevoel dat ze een handicap hebben of dat ze een beperking hebben. Ja. Laat ze gewoon gedraag je gewoon zoals je met andere mensen ook gewoon je gedraagt. Ja. Praat ook gewoon met ze normaal. Mm-hmm. Ga je ook niet helemaal zo aanpassen in de zin van dat je in één keer dat je op een gegeven moment ook zeg maar een soort van beperking hebt. Dat heb ik niet. Mm-hmm. Ik ben Mustafa. Mm-hmm. Ik ben personal trainer. Ik ben hun coach. Ja, gedraag je gewoon als een coach zoals je met andere mensen doet. Tuurlijk zijn er natuurlijk wel dingen waar je geduld in hebt en waar je dingen moet herhalen en dat soort dingen. En maar gedraag je gewoon normaal. Er zijn gewoon mensen, die horen erbij. Laat ze meedoen in de maatschappij. En pas je wel aan deels. Ja. Maar niet zeg maar niet in de zin van... Ik heb hetzelfde beperking als dat meisje. Dus ik ga me zo een beetje gedragen. Nee, gedraag je gewoon als... Ja. Ik ben Mustafa. En geef ze gewoon het gevoel dat ze geen beperking hebben. Dat neem ze serieus eigenlijk. Ja, net zoals iemand anders. Ja. Dus heb je er wel zo van nagedacht? Want je geeft ook training aan, zeg maar, ja, normale mensen, is het verkeerd woord. Maar je geeft aan Jan en Alleman training, dus ook aan mensen zonder beperking. Heb je er wel zo van nagedacht om hier echt een specialisatie van te maken in de zin van. Jij traint vanuit een sportschool. Is dat jouw sportschool? Je huurt zeg maar de ruimte dat je daar training kan geven. Ik heb wel eens over nagedacht om voor die mensen een heel aparte school te maken, zeg maar. Of... Ja, dat is een hele, hele mooie vraag. Om eerlijk te zijn niet. Maar ik zal je zeggen waarom. Dan gaan we die mensen in de hokjes plaatsen. Ja. Dan gaan we die mensen bij elkaar zetten. Dan hebben we bijvoorbeeld mensen dus in een sportschool waar alleen maar mensen met een zichtbare beperking zijn. Ja. Dus in andere woorden, hun kunnen niet meer kennis maken met de mensen met een niet een zichtbare beperking. Ja. Ik ben daar geen voorstander van. Nee, dus juist niet eigenlijk. Ja, nee, het is eigenlijk een stom idee. Het is wel een goede vraag. Ja, goede vraag, maar het is inderdaad... Het wordt wel vaak gedaan, instellingen en bedrijven waar ze alleen maar mensen met een Down-syndroom of mensen die blind zijn in één bedrijf plaatsen, in één afdeling plaatsen. Ik ben daar geen voorstander van. Maar juist de mix is interessant. Ja. Hoeveel procent van de tijd ben je met deze mensen bezig en hoeveel procent zeg maar, dat je normale training geeft? Zijn het echt een paar of is het de helft? Of? Nou ja, ik denk 40% met mensen met een zichtbare beperking. Ja. Het vergt ook veel geduld en veel energie. Ja. Veel tijd. Dus het zijn misschien 3 of 4 klanten. Mm. En de anderen zijn er meer. Maar voor mijn gevoel is het wel 40-60%, 50-50. Omdat je er gewoon veel mee bezig bent. Ook als je naar huis gaat, ben je ermee bezig. Je blijft aan ze denken. Ja, in mijn ogen zijn het toch weer... hebben ze...
Ja, hoe moet ik dat zeggen? Eigenlijk is dat ook niet helemaal goed. Eigenlijk wil ik zeggen, ze hebben iets meer aandacht. Krijgen meer aandacht dan de andere niet zichtbare beperking klanten. Maar toch is het wel eigenlijk een beetje zo. Ja, ze hebben in ieder geval gekozen om een beperking te hebben. Nee. En je wil heel graag ze ook het gevoel niet geven dat ze niet bij mogen horen. Dat ze gediscrimineerd worden. Want ik ken dat gevoel. Mm-hmm. Ik als Nederlandse Marokkaan. Mm-hmm. Ik ken dat gevoel hoe het is om gediscrimineerd te worden, om aangekeken te worden, om afgewezen te worden. Ik ken al die gevoelen, die ken ik. Ja. Regelmatig waarschijnlijk, of niet? Regelmatig, ja. En vandaag de dag nog steeds, gelukkig iets minder. Maar, wordt het minder, ja? Ja, voor mijn gevoel wel. Voor mijn gevoel is, als je laat zien aan de buitenwereld wat je doet, het goede dus, dan heb ik wel het gevoel dat het dan wel beter is. En ja. Ja, als mensen niks van je weten, dan mensen gaan dan dingen verzinnen, dingen oordelen. Gewoon vanaf de buitenkant, van oh, dat is een Marokkaan, dus hij is Marokkaans en heeft een enge baard en oppas. Ja. Ja, nee, maar is echt zo. Ik zeg altijd, mensen die oordelen begrijpen niet en mensen die begrijpen oordelen niet. En om mensen te begrijpen moet je ze de kans geven om ze te willen begrijpen. En als ik bijvoorbeeld mijn werk niet plaats op social media, dan gaan mensen mij nooit begrijpen. Gaan mensen mij niet kennen. Ja. En doordat ik dat wel doe, hoop ik dat de discriminatie en de afwijzingen en mensen die mij dan... Dat er meer begrip komt. Ja. Ja. Hey, als we eens kijken naar... Jij bent ambitieus, kan niet anders. Anders word je geen zelfstandig ondernemer, zeg maar. Dan zoek je een veilig baantje. Ja. Was dat altijd... Hoe is jouw, zeg maar, vanaf jeugd jouw schoolcarrière? Want je hebt ROC als achtergrond, hè? Ja. Dat is MBO, is dat, hè? Zeg maar. Hoe was jij echt... voor jij leren leuk? Of, Ik vond vooral sporten leuk. Ja. Ik was 6 jaar toen ik begon met karate. Dat heb ik op het hoogste niveau gedaan. Ja, ja, heb ik op het hoogste niveau gedaan. Dat heb ik met heel veel plezier en heel veel passie gedaan. In die tijd bestond mijn leven alleen maar uit karate, dus alleen maar uit sporten. Wat voor niveau heb je gehaald? Zijn ook kampioenschappen en ja, alles? Ja, ik heb de Europese kampioen ben ik geweest in 2014. Hey. Ik heb een meervoudig Nederlands kampioen, meervoudig open Nederlands kampioen, meervoudig Sloveens kampioen, Italiaans kampioen, open Italiaans, open. Ja, ik heb oh, dus stel dat mensen moeilijk doen op straat. Ja. Nou, laten we die kunsten maar niet... Oh, maar niet ik vind het zo stoer als je dat kan. Ja. Ja, maar nee, want de meeste mensen die dat kunnen, die maken er geen misbruik van. Even kort gezegd, ik heb gewoon aan mijn muur van mijn huis zitten meer dan 100 titels. Dus dan heb je een beetje een beeld wat voor... Maar dat was in je, zeg maar, was dat parallel aan je studie, zeg maar? Of deed je studie erbij, of was dat... Ja, op een gegeven moment kwam mijn studie erbij. Ja, dat was wel, ik zeg wel eerlijk, was wel een beetje moeilijk te combineren. Heel druk bezig met mijn sport. Hè. Uren daarin in inzetten. En dan ook nog je studie erbij. Was wel moeilijk. Voor de studie boeiend? Want wat deed je? Deed je sport en bewegen of deed je dan? Ja, sport en bewegen. Ik heb daarna nog sociaal cultureel werk, sport en recreatie gedaan. Ik heb nog ALO gedaan. Daarna ben ik naar fitness in gegaan. Personal trainer geworden. Zo ben ik me... Ik vond dat wel moeilijk, ja, als ik eerlijk moet zijn. Ik kan niet stilzitten. Ik kan niet lang stilzitten, laten we zo zeggen. Ja. En als ik iets lees, een boek... Dan heb ik liever dat zeg maar 10 minuten, 15 minuten duurt. En dan wil ik me eigenlijk gewoon even gaan sporten. En dan weer terug. En dan weer lezen. Ik kan niet... Ja, ik had daar heel veel moeite mee. En nu nog steeds hoor. Uh-huh. Om gewoon te focussen op iets. En dan zittend. En dan in mijn hoofd komen dan allemaal... Ja, ik wil dan gaan sporten, bewegen, mensen helpen, mensen begeleiden. Dus dat is best wel... Wat best zei wel, jij? Het heet je sport en bewegen. Dus je wilde gewoon niet te lang in de boeken zitten. Nee, eigenlijk. Ik wilde niet te lang maar in de... Maar nu zeg je, vroeg je in het begin hè, van die 3000 euro, ik ga studeren. Blijkbaar zit er nu een soort honger om te leren. Ja, want ik was vroeger was ik een ik heb een winnersmentaliteit. Vroeger was ik een sporter. En ik wilde met sport alles winnen. Alle kampioenschappen dat ik kon doen met karate wilde ik winnen. Heb ik ook bijna allemaal gewonnen, behalve dan de wereldkampioenschappen. Maar de rest van de titels heb ik allemaal al gehaald. Ja. Ja, dat is de drive die ik in me heb. Nu wil ik het andersom. Nu ben ik eigenlijk geen sporter meer. Of in de zin op hoogst niveau. Ik ben 37 jaar, dus op een gegeven moment houdt dat op. Maar ik wil, aan de andere kant wil ik wel als coach zijnde... wil ik wel
De groeien zijn. En daar hoort een opleiding bij en dat moet ik gewoon accepteren. En ik denk wel dat dat nu wel iets makkelijker is dan voorheen. Want toen was mijn passie echt alleen maar het sporten. En de beste zijn, zeg maar, tussen aanhalingstekens in mijn sport. Maar nu wil ik eigenlijk de beste zijn voor mijn klanten in mijn coachcarrière. En dus misschien iets meer rust in je kop als toen je, zeg maar, 18 was of zo. 100%. Hey, en ook wat, je energielevel gaat wat... Precies. Hey, wat zijn je ambities de komende jaren? Waar wil je naartoe? Ik wil een eigen studio hebben, een eigen sportschool hebben. Nog meer voor andere mensen iets kunnen betekenen. Ook mensen met een beperking. Hoeft niet altijd. Het kan ook mensen met een geen zichtbare beperking. Ik wil een nog betere coach zijn. Worden. Mm-hmm. Ja, worden. Vooral worden. Mm-hmm. Ik wil nog betere coach zijn. Worden, sorry. Ik wil nog een betere coach worden. Dat zijn mijn ambities. Ja. En... jij zei net, hè, over het gediscrimineerd worden en zo. Ik denk niet dat ik een idee heb van wat dat betekent. Want ik zie er iets anders uit dan jij, zeg maar. Ja. Wat vind je van de wereld op dit moment? Wat er allemaal gebeurt? Ja, ik vind het veel te negatief. Ja. Soms adviseer ik ook mensen om iets minder tv te kijken. Iets minder Facebook. Helemaal als je de reacties leest onderling, ook de dingen die we zien, heel veel negativiteit. Positiviteit kom je bijna zelden tegen. En weet je, als we dingen zien wat altijd negatief is, ja, op een gegeven moment blijft dat toch tussen je oren hangen. En ga je ook eigenlijk een beetje zo door het leven, een beetje als een negatief persoon. Dus ik adviseer ook mezelf natuurlijk, want ik doe dat steeds minder. TV uit en laat je goede daden zien. Laat zien wat je doet, het goede. Mm-hmm. Kom met positiviteit. We hebben genoeg negativiteit, dat weten we allemaal. Maar kom eens een keer met positiviteit. Als de media het niet doet, als het Facebook niet doet, doe het zelf. Ja, beter milieu begint bij jezelf. Ja. Een betere toekomst, een betere samenleving. Het begint eerst bij jezelf. Voordat we naar een andere wijze van die en die, eerst naar jezelf. Want als we zo doen... Wijs er altijd drie vingers is naar jezelf. Hè, voordat is maar één vinger die. Ja, als maar één vinger die naar een ander wijst. En die andere drie zijn naar jezelf. Dus denk eerst naar jezelf. Voordat je naar een ander de schuld geeft. Of vindt dat een ander beter zich moet gedragen. Geef eens een goed voorbeeld. Goed voorbeeld doet goed volg of zoiets. Ja. Dat wordt ook zo. Ja, maar dat is echt zo. Nou ja, het punt is natuurlijk met media, want ik herken precies wat je zegt, hoor. Ja. Maar bad news is natuurlijk heel populair. Verkoopt goed. Daarom dat wij iets minder kijkcijfers hebben, maar dat dit wel leuker is om naar te kijken. Mag ik je danken voor dit gesprek? Ja, dan mag je. Ik dank jou ook, Ronnie, voor jou voor het mijn verwelkomen hier. Ja. Leuk dat je me hebt uitgenodigd. Ik heb jouw podcast of jouw filmpjes van op YouTube ook gevolgd. Dus ik wist al wat me te wachten stond. Ja. En ik had wel een vooroordeel, maar dat was positief. Hè? Dat je een toffe gozer was. Ja. Bent. Sorry. Is niet tegengevallen. Is niet tegengevallen. Je hebt me goed verwelkomd. Ik wens jou het allerbeste, Ronnie. Ik hoop dat er heel veel mensen nog gaan kijken en hier nog iets positiefs uit halen. Dat hoop ik ook. Veel positiefs uit halen. Leuk je ontmoet hebben, Moes. Dankjewel. En dankjewel voor het kijken naar een gesprek op CVD TV. En wil je meer zien, abonneer je dan. Dan krijg je er nog veel meer. Voor nu, dankjewel. Hoi.